Het nieuws over de vrijlating van de moordenaar van Pim Fortuyn heeft al voor veel onrust gezorgd. In Harsje Rotterdam zit Exodus. Die stichting biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden. Bij Exodus zie je ook de andere kant van het verhaal. De kant van de gedetineerden. En wat wij natuurlijk vaak zien is dat de samenleving, als je het zo kan zeggen, niet voldoende op de hoogte is. Dat er dus een heel palet aan maatregelen wordt samengesteld om de kans op terugval te verkleinen. Dat weet men vaak niet. Ik ken de achtergrond van Volkert van de G ook niet, maar per gedetineerde wordt gekeken hoe die fasering wordt opgebouwd. Volgens de directeur van Exodus worden ex-gedetineerden dan maar wat goed in de gaten gehouden. Het is van tevoren bekend waar ze zich aan moeten houden. Dan heb je het over tijden van binnenkomen naar buiten gaan. Dat is dus op maat wordt dat vastgesteld. En helaas maken we het ook wel eens mee dat mensen zich daar niet aan houden. En dan wordt iemand weer teruggezet om zijn resterende straf uit te zitten. Als alles goed gaat, dan mag een ex-gedetineerde steeds meer doen en op een gegeven moment ook op zoek naar een baan. En dat alles onder de juiste begeleiding. Wij leren onze bewoners om zo open en eerlijk mogelijk over hun verleden te zijn zonder te veel te vertellen. Want heel vaak kunnen werkgevers daar ook niet altijd mee omgaan. Die moeten vooral beoordelen, doet iemand het werk goed wat ik wil dat er gebeurt. Maar als je wel vertelt van ja, ik heb fouten gemaakt in het verleden, maar ik wil graag nu een nieuwe kans en Exodus begeleidt me en daar kun je ook contact mee opnemen, dan ontstaat er vaak wel een goede basis.